Ondertussen ben ik zat in mijn televisieshow achter het gebouw van Omroep Onkam. De actie Rinsma voor Remco, waarin de collega's van Remco Brouwer, Janne Waris Verstoorn, de Alpe d'Huez beklimmen zullen, de Jilverien Samoli. En nou gaan ze toch van, is het misschien een goed idee om ergens wat te doen voor mensen die het kanker hebben. Een onverheerlijke dijbezwarking. Daar is net heel massaal op reageerd, maar toch kwamen een paar aantal onmeldingen binnen, zodat de actie wel trok is. En sjoeg nou wat hier achter mij zit. Hier krijgen we eerst een auto. Convoi exceptioneel. Nou, dat we zijn nemen. Convoi exceptioneel, dat is het absoluut. Sipke Visser is er ook bij. Ja. Nou, goeiedag. Ja. Nou, wat hebben we daarin? We hebben daarin. Nou, we wonen natuurlijk als Rinsma voor Remco team wat we voor de band die helaas dus die vreselijke ziekte hebben. En die oproep hebben we dient. En we hebben drie gezin en een volwassen echtpaar. Ja. En die hebben we mooi om familie en daar ben we mooi erin. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Dit is de actie die opstaat, is ik in Geerwerking met de Friese chauffeursvereniging. Ja, de chauffeursvereniging Friesland, die heeft het clubgebouw Klaas Hoekstra en Rick. Ja, dus Klaas, die wat dat betreft, krijgt het clubgebouw. Komt er een bij, Klaas? Komt er een bij? Ja, komt er een bij. Geen even tussen je minst in. Ja, gezellig. Zo, gezellig, zo. Dus Klaas, die heeft vanmorgen dikkel er ook aan, want de oldtimer Elfsteen dacht, die heeft er stempelen. Maar in ieder geval, familie, ben we net wel vertrokken en nu ben we hier. En, We hebben de familie Pander uit Balk en we hebben de familie Hefti uit Haas en de familie Kramer uit Eelde. Ja. En de familie Van der Weij uit Haas en nou ja, dan weet je het wel, dan treft altijd het hele gezin. Ja. Dus ze hebben hun familieleden mooi om en ik zou zeggen, het moest maar eens zien hoe mooi het lijkt. Ja, nou, ik ben hartstikke benieuwd. Dit heeft mooi geregeld, Klaas. Ja, wel leuk, hè? Ja, dat is mooi. Ja, ja, beren gezellig. Van de morgen krijgen we eerst even in ons clubgebouw, hebben we even niet met elkaar. Ja. Echt dat idee creëren van een chauffeur, de stamtafel natuurlijk. Dus alle en met elkaar om een grote tafel. En Jannie, mijn vrouw hier wat broodjes en wat sap. En dat we al beren gezellig. Dus ik de gezin, dus alle en met elkaar. Ja, en nou op stap. Het is een heel leuk rijtje. Nou, hartstikke mooi. We hebben dadelijk wel hinnen beginnen. Maar we willen nou eerst zien wat het al hierin gaat. Rieden maar die Convoi exceptioneel. Ja, daar komt de volgende door. Dus even zien. Dit is, wat hebben we hier? Dit is een Ferrari, man. Oh, wat leuk. En hij is volgens mij nog splinter. Nee, ik zie even op kenteken. Ongelooflijk een dikke Ferrari, joh. Dit is mooi. Oh, god. Even zien dat Ruudje hier op een keer van een Ferrari. Ja, dakje kan lekker hier. Nou werd hij echt weird. Dit is toch fantastisch. Oh, man. Goeiedag. Nou, goeiedag. Ik ben Geert. Waar ben je? Sjoerd de Vries. Oh, Sjoerd. Het Ruudje hier diepen. Sjoerd de Vries. Sjoerd de Vries. Is dit een eigen Ferrari, Sjoerd? Ja, dat is mijn nog één. Ja? Ja. Is dit een jongensdroom? Ja. Ja? Ja. Nou, hier is wat mijn auto's, nevens mij. Ja. Als ik goed informeerd ben, ja. Heeft wat auto's aan de kant dienen. En toen moest er een nieuwe Ferrari komen. Ja, klopt. Maar het gaat om hun, ja, net om mij. Om waar? Om de mensen hier die in de auto zitten. Ja, dat weet ik. Nee, maar goed, daar heb je wel wat mee te krijgen. Ja, ik zeker. Ik ben ook ongeneeslijk ziek. Ja, dat klopt. En dan worst dan deze droom nog vervullen? Ja, zo is het. Hoe, ik heb werkelijk geen idee. Sjoerd, moet je een Ferrari bestellen, man? Hoe kitzaks eigenlijk? Sammerkleer. Ja? Ja. Ik zal even zien, hè? Want hij kleer. Nooit kleer, oké. Okay. Ja. Oh man, wat is dit mooi, man. Schitterend, hè? Je knippert er jongen wordt in, hè? Wat zei het? Je knippert er jongen wordt in. Ja, we knippen van alles, jongen. Ja, nee, hartstikke leuk, dat is de beste. Vind ik mooi, man. Ja, geweldig. Waar zit er nou, is die? Dat is een zuske van hier van de zieke meisje. Zuske van hier van de zieke meisje. Hallo, ik ben Geert. Kist erbij, daar bist? Ik kom van Eelde. Ik ben uit Eelde. Oh, je komt uit Eelde? Ja. Oké, okay. Dus de Drentse gasten, kom even bij je. Wacht, kom erom, jongens. Jij mocht mee vandaag? Ja, dat klopt. Heb je wel ooit wel eens in een Ferrari gezeten? Nee, dit is de eerste keer. Zo leuk toch, of niet? Ja hoor. Lijkt mij ook, zeg maar. Fantastisch, in een Ferrari, geweldig. Wat wil je, Sjoerd? Heb je hem alles uitgeprobeerd? Nee, dat doen we niet. Nee? Ik heb het net wel even net doorgefluisterd, maar snel genoeg. Snel genoeg, ja, dat denk ik ook. Nou, leuk, fijn dat je er zijn. Oké, ik ren even om, dan kist al verder, Sjoerd, dan hebben we de kabels. En dan komen we bij een vrachtwagen uit. Ja, riep maar naar voren, dat is wel leuk. Wacht, maar ze is jarig. Wow, wat een geloed, hé. Schitterend, man. Eens even zien of we deze Scania wat bij u krijgen kunnen. Ja. Oh, wat prachtig. Oh, dat is, ja. Dat is, dit is, ik eerst even nog een chauffeur vragen. Goeiemiddag.
Dit is de Texel promotietruc. Ja. De Texel promotietruc, ja, precies. Ja. We zijn daar kort geleden mee gestopt, maar we hebben hem nog en we gaan graag nog een rondje. Mooi man, geweldig dat je dat wil doen. Ja, het is ook leuk om te doen. Ja. Hoe oud is hij? Hij is van 1974 en volgend jaar wordt hij 40 jaar. Hoeveel heeft hij gereden? Wat staat er op de teller? Dik 1,5 miljoen. Kijk eens, dat zijn nog eens auto's. Dat zijn de echte nog, hè? Ja. Wie zit er naast je? Dat is Ramon. Ramon? Ramon had onze auto uitgekozen vanwege die lange neus. Hij zit daar wil ik in. Oké, Ramon, ik kom bij je aan de andere kant, hoor. Kan dat, jongens? Ja, dat kennen, hè? Ja. Dag, Ramon. Hey, man. Ik nog een Heerenveen-fan. Ja. Ja, hartstikke mooi. Dovoers dus in deze auto? Ja. Wat vindt ze mooi aan deze auto? Lees me dat eens uit. Nou, gewoon de snuit en ik vind gewoon een mooie truc. Ja, die grote lange snuit ervoor. Ja. Dat is prachtig, hè? Ja. En wat sist heeg, man. Ja. Wat kist alles mooi zien, hè? Ja. Ja. Nou, je hebt straks nog een hele eind te rijden, hè? Ik vind het hartstikke leuk dat je bij je bent. Hij is mooi pet op. Ja. Is kriegen. Ja. Ja, mooi. Rinspa van Remco. Dank wel. Mooi dat is de best. Ik doe het door weer dicht, jongens. En dan is er Rijn en Wiert. Oké. Even wachten, want we moeten er even omheen, hè. Mooi, hè. Kom maar. Pop. Pop, 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 pop. Prachtig, hè. Zo'n oude Scania, maar schitterend. Dit is een tikkie moderner. Mooi wij constateren. Ekke Scania. Daar zit Jacob in? Jacob komt uit Eelde. Jacob komt uit Eelde, oké. Even zien. Hallo jongens. Hallo. Eens even kijken. Nou, Sipke nog eens meer vertellen. Hé Jacob! Man! Jacob Kramer. Nou. Man, wat zit je hoog? Ja. Geweldig. Wat leuk dat je er bent, man. Hoe kom je hier zo terecht uit Eelde? Vertel maar even. Had ik van een vriendje gehoord. Ja, die tref je in het ziekenhuis, geloof ik, hè? Ja. Jullie zijn vriendje. Vriendje komt uit Balk, geloof ik, hè? Ja. Hoe heet die? Ramon. Ramon, die heb ik net gehad, hè? Ramon die zit, dus Ramon zei, kom mee, we gaan naar Leeuwarden. Ja. Hoe ben je hier in Leeuwarden gekomen? Met de auto. Heb je gehaald, hè? Ja. Nou, is het leuk of is het niet leuk? Hartstikke leuk. Ja, dat lijkt me ook. Had je ooit wel eens in zo'n... Dit lijkt me zo machtig. Had je ooit wel eens in zo'n ding gezeten? Ja, één keer. Eén keer. En nou, heb je een goede chauffeur? Kan hij er wat van? Ja. Ja? Anders neem je maar over, hoor. Leuk dat je er bent, man. Geweldig. Wij gaan hem dicht doen, dan kunnen jullie weer rijden. Wacht even, chauffeur, we gaan er even langs. Is mooi. Er komt nog meer, hoor. Nee, Giddy. Ken krijg de slinger om uit hier. Ja, prachtig. Dan komt de volgende, hoor. Wie hebben we daar in Sipke nog heeft op papier? Wat? Gerrit van der Weij. En Gerrit van der Weij is herstellend van kanker. Ja. Maar dus die man wil ik heel graag mooi. En dit is... Harry Veenstra, nou, ik ben een bekende trucker van het grote transportbedrijf het heet natuurlijk. Ja. Dus dat is ik helemaal geweldig. Dus, oké. Kom maar. Oké, nog even, waar zit er nou? Van der Weij. Van der Weij, ja, oké. Naar Van der Weij. Van der Weij, goeiemorgen, Middy. Nou ja, je zit als een vorst, of net dan? Ja, het is prachtig, hè? Ja. Hoe kom je in deze truc te laden? Wat is het verhaal erachter? Kun je het mij vertellen? Nou, ik stond in een triangel van de chauffeursvereniging. Ja. En dat ze mij mensen met kanker rijden wonen. Ja. En toen heb ik gekregen, heb ik bellen, had ik mij gekocht. Dus zodat, want ik ben herstellende van kanker. Dus en zodat ik ook mooi. Nou, is het prachtig of net? Ja, het is hartstikke mooi. Ik heb al die zanding, zo heeg, zo... Ja, zo king of the road, zul ik maar zeggen. Ja. Dat weer de bedoeling, dat moet je een keer voelen, dat gevoel, hè? Ik ben zelf 30 jaar chauffeur geweest hier, ja. Op een bibelenbus. Oh. Dus ik ben hier helemaal... Daar ben je rijden de workhouder. Dat ben je hier begonnen. Ja. Wat geweldig. Ja, 30 jaar heb je geweest. Ja. Dus en ik koer er op tijd uit dat ik heb al heel wat genoten. Nou, mooi. En hoe gaat het nou? Want je zegt herstellende van kanker, dat klinkt heel hoopvol. Ja, het gaat heel goed. Ja, mooi. Ik ben ik maak deze maand weer in de scan en dan jij weer. Maar ja, we hopen altijd goed gaat. Ja. Ik fiets alle dagen nog heel lang. Mooi. Je hoort hoe je net een fietsen, hè? Nee. Ros erop. Ja, hartstikke mooi. Mooi dat je binnen, hè? Ja, dank je wel. Ik doe hem even dicht, ja. Zo, dat is leuk, hè? Man, we krijgen er meer, Sipke. Nou.
Dit is vrouw van der Weij, is wordt natuurlijk ook mooi. Ja, oh ja, natuurlijk, ja, die moest ik mooi. Klaas Westra mooi, dus die rijdt staat erop, denk ik. Ja, ja. Ja. Mooi, Klaas. Hoi. Nou, die heeft elke week. Dit is Dirk Iepman, die brengt dus fietsen. Nou, des is Dirk aan. Des Dirk. Nou, des is Dirk aan, hoor. Van, die brengt dus fietsen naar de Alpe d'Huez. Ja. En hoopt dat er zonder beschadiging er omkomen. Maar Dirk, die wil geen medewerking verlenen door dit Dirk. Ja, oké, okay, Dirk, die is druk. Ja, jong, even normaal, jong. Kijk, dat is even dat ding. Dirkie, Dirkman. Ik wou eventjes, we hebben een mailtje gekregen van Hendrik, van die kameraad, Hendrik Westra. Die heeft 3 dagen lang op een buskomst hier te poetsen. Wat is dat precies voor verhaal? Als je hij hier betocht, maar dat is geen heen en uit Frankrijk. Ja. Nou, hij zijn het mooi met skin voor die. Ja, even skin, maar hij heeft 3 dagen werk op zijn. Ja, nou ja, hij wil een beetje, hij wil een beurt aan. Ja. Nou, hij is nog beter als nij. Ja, dat had hij dus meld. Dat ziet er nou werkelijk fantastisch uit. Ja, geweldig. Okay. Ja, bedankt Hendrik. Ja, nee, maar bedankt Dirk, want hij heeft als een van de eerste spontaan reageert. Dit is zijn eigen truc. Ja, die oude beestje, hè? De oude beestje. Ja, nostalgie. 24 jaar oud. 24 jaar oud. En hij rent naar de beste. Ja, ik. Ja. Ja, mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Maar dit is een keer net maar een Alpe d'Huez, toch? Nee. Dat is dat buske. Dat is het buske, ja. Daar gooi je de fietsen in. Daar gooi je de fietsen in. Ja. En mezelf erbij. Ja. Ja. En mijn peer die kant op. Wacht er net, jong. Ja, schitterend mooi. Waar zit er nou eens die? Dit is de fietser. De fietser? De fietser. Oh, ja, nee, Bert. Ja, nee. Ja, mooi man. Ja, dat is hier van de rest. Prachtig, mooi man. Nou, mooi dat je erbij bent. Ja, ik lid hem weer in. Even lid hem even hier. Dirk, het is altijd raak met Dirk. Oké, okay, nou, oh, dit is echt een prachtige zee. Wat is dit? Sonoma, Verrijker, Verhuur. En die heeft de familie Hefty erin. Vrouw Hefty zit er met haar dochterke. Ja? En Wesley, die zit straks hier. Nou, Wesley heeft kanker, maar dit is een mem, ja? met Cynthia. Oké, okay, dus okay. En waar is de chauffeur? Dat is Sonoma, de eigenaar van dit bedroeg, Verrijker, Verhuur. Dus, zit er mooi uit, man. Schitterend, prachtig. Misschien dat we even zien bij vrouw Hefty. Ja, we zien alleen bij vrouw Hefty. Ja, kom maar in, man. Volgende kan, hè? Ja. Dit is mooi. Ruk even de deur riepen. Goedemiddag. Wie heb je? Wat hoopt dat? Ik zie jou helemaal net. Wacht even, hoe kom ik er? Ah ja, kom ik goed. Ja, daar ben ik. Nou, goeiedag. Ik ben Geert. Ik ben Karin. Dag Karin. Goeiedag. Uit Harlingen, Leo? Uit Harlingen, klopt. Ja. En wie is dit? Wie ben jij? Cynthia. Dag Cynthia, hallo. Nou, vertel even wat er aan de hand is in je gezin. Want dat is toch de reden waarom je weer binnen, hè? Nou ja, Wesley heeft een hersentumor. Ik is niet zo voor en kom ik in de mensen die tussen. Wesley heeft een hersentumor en is geopereerd eraan. Hij heeft bestraling gehad, hij heeft chemo's gehad. Hij is in principe klaar dus met de behandelingen. Ja. En hij wordt gecontroleerd dus zo nog. Nou, ja. En dus dat git de goede kant uit? Het git. Nou, hebben we dat zezen? Ach, het is zo moeilijk maar die ziekte. Hè? Ja, ze weten net of het voort is. Maar ja. Op zich, ja, is in Lindenstein halve dagen nu. Ja. Aan het revideren zo en school halve dagen, zeg maar. Wat doet dat mooi in gezin, dat je best zo ziek is? Ja, een heleboel. Hè? En vooral, ja, je hebt haar ook nog. Nou, een oudere dochter nog. Dat doet een heleboel. Ja. Hè? Als, en vooral in het stadion met de chemo's. Van een maand, 3 weken ziekenhuis, dus dat is toch wel pittig. Ik kan me voorstellen. Daar is deze dag net voor bedoeld. Nee, deze dag is het voor bedoeld om dat even achterin te letten. Kim ervan genietje. Ja, zeker. Dit is toch leuk, Cynthia, zo'n joekel van een vrachthouder, man. Ja. Is toch heerlijk? Ja. Machtig vind ik het. Het is heel mooi dat ze dit gedaan hebben. Nou, ja, prachtig. Nou, wij vinden het echt, wij waarderen dat echt. Dat is echt het team van Rinsma, van Remco, die even via de rommelhoeken zucht. Dat wil jij weer bijzonder. Dat is je chauffeurtje. Alles wel? Mooi man, ziet er prachtig uit, hè? Schitterend ding, man. Ja, mooi. Ik liet je hem weer los. Want er zit nog wat achter. Even wachten, hoor, chauffeur. Even een moment. Zo, er even nog verlangens. Komt hier nog een oom, man? Ja, nou, het zit op. Dit is vrouw, dit is een rijplaat voor Dijnem. Dijnem, ja. Is trouwens ook een van zijn allereerste volgers, hè, van de actie. Oké, okay, ja. Ontzettend meelevende man en meisken. En dus die wil ik heel graag mooi werken, dus dit is, die man ben ik heel veel dank verschuldig. Ja. En hij had in de auto, de vrouw Pander, mooi Bjorn,
En Bjorn zijn broerke, die had kanker, die heeft krekken in die zit in de eerste auto toch? Ja, die zit in de Tesla truck. Ja, ja. Okay. Dus dit is vrouw Pander. Dit is vrouw Pander, de man van Bjorn, zullen we maar zeggen. Oké, okay, we zien even. Ah, goeiedag. Hallo, hallo. Ik kom even wat heger, ja? Nou ja, op je leeftijd. Nou, goeiedag, ik ben Geert. En dat is vrouw Pander, maar de hartstikke voornaam toch? Renate. Dag Renate. Hi. Nou, wat een dag, hè? Nou, super. Ja. Hartstikke leuk. Ja, want ja, je ben ik maar weer geconfronteerd met die ziekte. Ja, en je hebt gezin. Ja. En dan vraag je me, wat docht dat mijn gezin? Als je niet hebt een vraag, dat weet ik wel. Maar ja, dat had je in de besnijing, denk ik. Ja, ja, dat is haast net niet te lezen. Nee. Het, als je succeren, dan... ja, dan zakken de wereld even onder je. Ja, dat is zatje natuurlijk. Ja, dat is ik net u te lezen. Nee. Nee, maar het is, nou ja, dit maakt het weer een heel soort goed. Ja, vind je dit leuk? Ja, vind het super. Dit is leuk, ja, hè? Nou, ja. Vorige week hebben we in Heerenveen wist. Ik denk dat mijn man en zijn zoon er wel wat over verteld hebben misschien ja, al. Ja, in, die zitten volgens mij in de eerste nee, vraag. Nee, nee, dat mogen we nog even jaren, want hij weer pupil van de week, hè? Ja. Met de skiers jochter het veld op, nevens mij. Junior hero, hè, noemen ze dat in Heerenveen. Junior hero, ja. Ja, van de wedstrijd. Ja. En hebben hartstikke mooie dag gehad, prachtig mooi waar. En hij mocht het veld op, mooi hero. En ze mochten maar de line-up mochten ze mooi. Ja. En dan mocht deze liefste broerke mocht ik mooi. Nee, want die had natuurlijk heel wat voor de kerst in handen gestateerd. Ja. En ik mocht maar de grensrechter. En woen? Hij mocht maar de grensrechter op maar het veld. Oh, ben ik maar de grensrechter ja, op veld. Hey, maar ik ben het even kwiet. Hallo. Ik ben het even kwiet. Het jaren vind je dat nou woen of verlen? Ik ben het even vergeten. Ik wil dat ze een bietje verlen hebben. Ja, een bietje verlen. Een bietje met jou het wel verlen hebben van Utrecht. Dat is wel heel erg pech. Ja, treiken op papier en latten. Ja, ja, dat kon ik net raden. Nou, nou ja, zeker. Maar goed, maar wij hebben een hele mooie dag. Je hebt een topdag. Wij hebben net zoveel van mij gekregen dat ze verlen hebben. Nee, een hele orde dag. En waar ben we nooit hier nog geweest? Ja, in de spelershome, hè? Oh, ben je met spelershome best? Ja. Al je handtekeningen? Al je handtekeningen. Ja, maar dat is mooi. Ja, en nou met deze joekel van een truc, ja, Sees. Dit is echt, nou, dit vindt die Lietzik heel erg ja, leuk. Dit is leuk, hè? Ja, is leuk, hè? Ja, hartstikke mooi, man. Dagen naar jullie, jongen. Nou, ja, helemaal mooi. Super. Mooi dat je meer binnen. Ja. Ik moet even verder, ja. Want wordt er elke net. Oh, oké, daar gaat hij. Hartstikke mooi. Ik ben er nooit zo vaak in en uit een truc klommen. Hé, hey, moment, chauffeur. Even kabeltje bij Harry. Nou, wat hebben we nou nog? Oh, dan ben we weg bij de Ferrari, hè? Hebben we dit nou al hier gewoon? Dit is Klaas Volster uit de Tienje. Ja. Ik ben een volger van huis en die heeft een auto Wesley. Wesley. Wesley Hefty. En oh ja, Wesley. Wesley, ja, heeft helaas een hersentumor. En zijn huid zit bij me, kom ik haast. Okay. Nou, die vind ik helemaal geweldig. Wesley Hefty, mooi huid. We gaan even naar Wesley, mooi zijn huid. Dat is leuk. Zo. Hallo, hallo. Familie Hefty. Nou, Wesley. Ja? Oh, jongen, even invloeden. Lukt dat, Richard? Ja. Nou, prachtige pet. Ja. Hest op. En een assist in zijn auto. Vertel maar eens even, wat vind je ervan? Leuk. Leuk of mooi? Ja, allebei wel. Allebei wel. Hier is het wel eens vaker in zo'n grutte truck zitten? Nee. Nee? Hij is wel heeg, net? Ja. Machtig, mooi man. En nou, maar je bent er net, je mag dan nog rijden. Ja. Dit is de Hart, Leuk. Ik ben de Hart, ik ben Jan. Dag Jan. Welkom, mooi dat is de best. Wij komen oorspronkelijk uit Sint-Jacob bij, dus we zijn een beetje bij elkaar. Nou ja, weet je jongen, dan ben je naar de Oudwarsgenoord nek, man Jan. Ja, maar ik ben geen echte Sint-Jacob. Nee, dat is zo crazy. Ben je geen echte Bilker, ik wil. Ja, dat wist ik. En wij zijn laatst ook in Noord-Wien geweest, hè? Ja. Mijn Siep van de Kaart. Dus ja, mijn Siep, hè? Ja, ja. Haget, ja, mooi. En nou dit? Ja. Wij vinden het super mooi dat ze dit voor je dorp. Lekker ontspanning. Ja. Met jou denk ik wel een heel apart gevoel. Ja, ik kan me voorstellen. We nemen de zwargen net waai, dat weten we wel. Maar eventjes aan de kant, ja, dat mooi. Ja, vind ik echt. Ja. Ja, en ik vind het mooi. Ja, ik vind het mooi. En ik hoop dat in je tak komt het wet doet. Van worden, even horen bij je. Er zijn een hele brotte mensen dwanden om al je acties te vieren. Wij zijn versteld door de reactie die we krijgen van horen mensen die de acties vieren. Dit is de ketting van Wesley. Dit is de ketting van Wesley. Ja, bij hem. Oh, wacht. Ja, oh, sorry. Ja. Dit is een kanjerketting. Ja. Kanjerketting. Een kanjerketting. Ja. En Wesley, we kunnen wel vertellen wat dat betekent. Nou, vertel mij wat het betekent, Wesley. Een kanjerketting is... voor elke behandeling wat er is gebeurd.
Oh, dan komt er steeds een stukje aan de ketting bij, zeg maar zeker. Ja. En stond dit al die Edelhoorn? Ja. 6 meter lang. 6 meter lang. Nou, dat is wel een kanjer, vind ik. Ja. Echt geweldig. Ongelooflijk, zeg. Die had die oren bij, die had dat ek. Ja. Die zijn ketting. Jongen. Ja, dit, ja. Een sterke keer net symboliseren eigenlijk, zo ik zeg. Ik jou om die, waarom Jan, want pak het een beetje Wesley. Want wij rennen, ze staan gewoon ook naar het einde van het eerste uur van dit programma. Dus ik liet hem nou gaan. Een noffige dag en een mooie duim erbinnen. Kop op, hè? Ja? Oké, man. Hartstikke goed. Ik ga even van langs, jongens. Nou, dan hebben ze honger en dan ben we weer bij de Ferrari van Sjoerd. Nee. Nou komt het nog. Ja hoor, we misten hem al. Wij tochten even een buik in het hier. Ja. Chris, man. Ik zou het dak met al even hier op van de camera. Ja, dus, ja. Maar dit stream hem aan al even. Maar, Oh jongen, dat is zo'n BMW. En de kist ik net verder achteruit. Dus ik nou, zit er heel lofhout in. Ja, een beetje al. En als het dak hier mee, dan maak ik de holle net een 4 mee. Want dan wordt het rood, denk ik. Nou, we dit een dag of net dan? Ja, prachtig. Dit van die band al zit. En nou, mijn zoon, ik zou maar even die heren mooi. Ja, wist. Ik zou wat was in Scania of in een auto zonder dak. Nou, dat doen ze graag. Dus ja. Zat we anders even hier nou in. Ja, nou man, prachtig mooi, schitterend mooi. Nou, in de kolonne, ja, nou, misschien maar het dakje even dicht als de provincie is. Maar dom zijn we dicht. Ja, maar mooi dat ze mee weer hier is. Nou, dat wie Chris, ja. Sipke. Nou, dat begint het. Nou, het jouw mij nogal een, ja, ik weet niet wat het nog, maar het nog mij wel wat. Ja, mij ook wel. Ja. Het is, als je, er zijn sommige dingen, dan denk je het waar, speel het net mooi. Maar soms gaat het ik net om het waar. Ja, maar nee, joh. Dat denk ik gewoon toch fantastisch. En nou je dan die Bengel onder niet zeggen, nou dat doet toch voor. Ja, dat is mooi. Ja, actie Rinsma voor Remco. Actie voor Remco en Trent als een trein. En ja, we binden dat zitten. We binden in Oesa, maar Inom, Malaga zaten mensen mooi leven. Dat is gewoon fantastisch. Nou, wij vinden het fantastisch. Hey. Wij zijn gast aan het einde van het eerste uur. Jim keer de provincie in. Nog een mooie ronde. Ja. Nog een prachtige rit. Wist wat? Nou, zie je, kom even mee. Ik kan nog krijgt eventjes. We hebben een mooi beeld van hoe het hier op het terrein van de omroep zit. Al die vrachtwagen. En dan zeg ik, nou ja, dat wij gewoon bijzonder gruts binnen dat wij een beetje onderdeel werden weten maaien van deze actie Rensman van Remco. Op jou wordt het weinig maaien, dan ging ze omheen op de Alpe d'Huez. Goed 23.000 euro is er al binnenkomen. En de vuren nog al die acties vier, er komt nog volle meer bij. Dat, deze actie, orenacties van die vreselijke ziektekanker. Geweldig dat iedereen het docht. En ja, Rensman van Remco die symboliseert dat in uw programma ambitie. Maar dank aan alle mensen die hier aan mij werken hebben. We wensen ze een prachtige reis door de provincie. En wij treffen hem graag aan de andere kant van 12 uur waarom voor deel 12 van Sneu in Friesland. Graag van dadelijks. Hier, denk ik. Leuk. Ja. Ben je nog niet moe? Ik kan naar bedje toe. Ja. Je bent nooit. Nou, dit zijn helemaal zo in die band al teken. Is die
geweest en mijn berg onderweg. Ja. Geen te laat even komen. Ja, dit is wel mooi, joh. Ja. Dat hebben we goed toe. Zie je deze? Ja. Zijn we daar aan komen? Hoi. Is het wel? Ik heb 15 weken voor. Ligt op de camera. Nee. Ja. De lezen? Als het lezen niet, dat zit niet. Heb je meer in hem? Nee, was? Nou, dat zit hier. Helemaal? Oh, nou, helemaal niet. Het blijft altijd even spannend, maar ja, ik zat er ook niet zo over in. Dus wat dat betreft, ik denk dat van het Rinsma van Remco team vond het in ieder geval een eer om jullie uit te mogen nodigen. En wij hebben het althans hartstikke leuk gevonden. En ik hoop dat de kinderen het allemaal leuk gevonden hebben. En de kinderen die het eigenlijk betreft, daar hebben we nog wat leuks voor. En er zit een... ook voor de familie, zeg maar er zit nog een aardigheid in. Dus ik begin. En jou? Ja, die zit er, hè? Zie je dat, jongen? Die liggen op zijn huid, hè? Zit aan de baard. Ja. Had je nog een vraag bij je? Het is maar een kleinigheid, maar het komt uit een goed hart, moet je berekenen. Dus, hier liggen trouwens nog, die heb ik net gekregen van de jongens van Texel. Promotie wordt gebruikt om Texel te promoten op beurzen. Dus nou, hartstikke mooi, hè? Ik zou zeggen, ik vind het geweldig dat jullie vanmiddag hier geweest zijn. En iedereen die doet me lekker zijn dingen nog maar. En ook de truckers allemaal, hartstikke bedankt. Hè? Want en natuurlijk Sjoerd de Vries. Was je een mooi Ferrari. Nou, dit is wat dat betreft natuurlijk altijd geweldig om dit te doen. En ik zou zeggen, straks allemaal iedereen wel thuis naar huis. Ik breng vrouw Kremers met de kinderen nog even thuis naar Eelde. En dan sluiten we het officiële gedeelte hierbij af. Ja?
Hier komt het.